Dat krijgen wij door elkaar door deze aan te vragen. Maar daarvoor moet je wel een aantal criteria voldoen. Je moet in ieder geval een aantal zeldzame huisdierrassen in je collectie hebben. Je moet ook kunnen aantonen dat je de mensen daar op attent maakt. En ook de ideeën van de stichting uitdraagt. Deze rassen die kunnen wij via de fokverenigingen, maar ook via andere kinderboerderijen. En ook via de fokkers bekend bij de stichting Zeldzame Huisdierrassen kopen of krijgen soms. De dieren die worden gekocht, die komen uit eigen budget. En wij verkopen natuurlijk ook wel eens iets. Het wordt ook wel eens iets geruild met andere kinderboerderijen. En zo komen wij aan deze dieren. Is er een bepaald aantal rassen waar jullie aan moeten voldoen, hoeveel je er moet hebben? Nou, het liefst minimaal 3. En dat halen wij makkelijk. Dus dat halen wij alleen al met de kippenrassen. Wat is het voordeel voor de boerderij om dit soort rassen te hebben? Nou, het is een voordeel dat je dus de mensen kunt leren dat hoe het vroeger de dieren eruit zagen. Dat de gebruiksdoelen waren toen ook anders. En het is natuurlijk het in stand houden van deze rassen voor de genenpool, zoals we dat noemen. Zijn jullie altijd op zoek naar meerdere soorten rassen die jullie kunnen samenvoegen? Of is er een limiet aan het aantal rassen wat jullie kunnen herbergen hier? Nou, er is natuurlijk een limiet. En, vooral bij de kippen en dergelijke hebben we te maken met hokruimtes. En dat is natuurlijk bij de andere dieren op zich ook wel. Je kunt wel overal één dier van willen neerzetten. Dan heb je heel veel verschillende rassen. Maar dan, of dat nou leuker is, we hebben toch altijd wel een aantal dieren van hetzelfde ras in huis. Waardoor we toch niet alle rassen kunnen laten zien. Maar wel een selectie daarvan. Wat is het meest bijzondere ras wat jullie hier hebben staan? Het meest bijzondere ras? Nou, op dit moment misschien wel de Noord-Hollandse blauwe kip. Omdat die misschien niet zo heel bekend is. Tot de jaren 70 was het de legkip van Nederland. En is een beetje in de vergetelheid geraakt. En nu is die weer op de weg terug, in ieder geval op Elshoven. Wat voor ras zou jullie het allerliefste nog willen hebben in de toekomst? In de toekomst zou ik, nou, daar spreek ik voor mezelf, nog heel graag de Veluwse landgeit willen toevoegen aan de rassen. Omdat dat een echte zeldzaam huisdier is, een zeldzame geit, die nog wel bestaat in Nederland. En die we vooral ook moeten laten bestaan.